Welkom mensen bij weer een gloednieuwe video. Vandaag hebben we voor jullie weer een Spiksplinter nieuwe versus. We gaan vandaag met een oude bekende map spelen die waarschijnlijk voor velen van jullie al een beetje bekend is. We gaan namelijk spelen met de meest veilige gevangenis, Redstone gevangenis. En wat we vandaag gaan doen is er ongelooflijk veel creepers in gooien en dan kijken wat er gebeurt. Duidelijk. Ja, we hebben eigenlijk niet zo heel veel gepland van tevoren. We gaan gewoon kijken wat we ermee kunnen doen. We dachten, lijkt ons wel grappig om te doen. En ja, heb je verder suggesties nog wat we tegen elkaar kunnen laten opnemen? Vorige keer hadden we het met die gekke worm en de fort gedaan. Was er jullie best wel goed ontvangen. En jullie vonden dat best wel leuk. Dus nou hebben we deze. En hij heeft de creepers al vast. We gaan heel even alle systemen even aanzetten van de map. Voor degenen die deze map nog niet kennen. Het is een gevangenis, die zit hier. Dat kleine dingetje. En er zijn allemaal verschillende soorten opties die je er aan kan doen. En wij doen gewoon alles in één keer. Huppakee, aan. En dan, ja, dit zijn alle beschermingen. We gaan, misschien is het wel leuk om iets boven de gevangenis te bouwen. En dan van daaruit al die creepers laten vallen of zo. Of ergens in het midden beginnen of zo. Moeten we even kijken. In ieder geval even shout-out naar de volgende kijkers. Die hadden gereageerd op de vorige video. Wil je zelf terugzien? Laat dan even een leuke reactie achter. En zorg dat je geabonneerd bent. En ja, de map download staat in de beschrijving. De server die we vandaag gebruiken wordt gehost door Kaas Hosting. In de beschrijving staat een linkje. Als je graag een server koopt daar. En dan krijg je 10% korting met vlekloze code. En dan gaan we beginnen. Yes. Yo. Je hebt hier wel in het midden die Guardian zitten. Daar zou je een plateautje boven kunnen bouwen. Waar je die creepers op spant. Maar ja, aan de andere kant... Maar dan zit je bij de end, hè? Ja, ik wou het zeggen. Als ze eraf vallen, dan pleur je de end in. Wacht, ik wil wel zien of die ook echt in de end vallen. We moeten je niet jezelf erin laten... Ja, hier aan deze kant. Die vallen gewoon allemaal zo naar beneden. Daag! Hey, houdoe! anders plaatsen we ze gewoon per rij. En dan kijken we wat er gebeurt. Dus als we ze nou bijvoorbeeld hier neerzetten, want dit was een of andere, wacht, anders zetten we ze gewoon hier neer, al een groot deel. Weet je waar, oh, dan zetten we gewoon hier heel veel neer en... Oei, ik ben donker. Moet je even wegvliegen? Ja, ik heb melk. Maar dan moet je kijken wat er gebeurt. Ja, zie je, die creepers worden allemaal opgevreten. Er zijn ook gewoon superveel van die dingen spawnen hier. En dan kijken wat er gebeurt. En dan doen we ze gewoon per rij gewoon spawnen. En dan kijken we gewoon wat er gebeurt. Want dadelijk worden ze als het goed is ook beschoten door die... Chunkmakers. Ja. Of is dat alleen... Ik weet dat niet. Volgens mij niet. We moeten wel anders wat villagers er misschien bij doen. Misschien dat ze daar niet zo blij van zijn. Ze worden wel gehit. Ja, dat is door die... Ja. Oh, door die muur. Ja, door die muur. Wat is dat voor muur dan? Wat zit daar voor iets? Oh, er zit de blindness. Ja, die TNT is ook. Dat is ook wel grappig. Anders knallen we er wel villagers bij, want volgens mij kunnen die niet zo goed tegen elkaar. Dan gaan ze heel die mapje opblazen. Ik zal er eens wat villagers tussen gooien. Anders gooi je er gewoon eentje of twee tussen. Welke kant zit je trouwens te spawnen? Jij zit helemaal aan de andere kant of niet? Oh nee, hier. Daar doen ze ook niks tegen die villagers. Ja, ik word zo pikdonker in een keer. Nee, tegen die villagers doen ze ook niks. Ergens moeten ze... En als ze zo'n iron golem spawnen? Dat kan. Ik weet alleen niet hoeveel je die ook wel spawnt. Dat zijn die iron blocks. Ze worden wel gekild hier door die muur, man. Ja, en dan zo'n hoofdje erop. Pumpkin, toch? Is goed is wel. Ja. Hey. Hey, daar gaat ie. Daar gaat ie. Wat doet hij? Maar ik zit hij de map op de doosje. Ja, hij probeert die shulker aan te vallen. Maar schieten hun er wel op dan, of niet? Nee, hij doet echt helemaal niks. Nice. Anders doen we gewoon weer, gaan we weer een laagje verder. Dan knallen we al de creepers hier bij die TNT's neer. Misschien dat die Guardians er wel op gaan schieten. En anders die pijlen. Oh, jij spawnt ze gewoon zo. Dan gaat het 10 keer sneller, ja. Dan moeten ze hier maar gewoon mooi erin komen.
Hey, klikken! Je ziet ze lopen ook allemaal precies dezelfde kant op. Dat is wel leuk. Dan gaan we kijken hoe ver ze kunnen komen. Fijn zijn algoritme van Mojang. Lopen allemaal dezelfde kant op. Nee, want... Oh, yo. Oh. Je ziet ze wel lekker strijden in dat vuur. Oh, ze lopen niet verder in dat vuur, man. Sterven allemaal. Ja, dat is irritant. Want je hebt niet echt iets... Ja, ik kan hier wel gaan staan, maar ja, het nadeel is dan ben ik ook binnen een seconde dood. Want ik heb die... Je hebt die Guardians, die schieten me dan meteen lek. Oh, die TNT doet wel super veel damage, man. Ik ga even anders hier zo een beetje bij pleuren zo. Oh, super veel. Die zit allemaal gelijk in elkaar. Helemaal rond te spawnen. Die worden constant gehit. Maar hier dit gedeelte kunnen ze niet eens langskomen. Die lava. Ja, maar überhaupt, ze krijgen dan er keiveel damage af door die TNT de hele tijd. Er moeten monsters zijn waar die Guardians op schieten. Wat zou dat kunnen zijn? Ja, ik weet dat niet. Wat villagers, dat schieten ze ook niet op, volgens mij. Anders moet je... Kan ik ondertussen even googlen. Ja. Ik zal eens kijken. Ik ga die villagers hier weer spawnen, even kijken of ze daar wat tegen doen. Nope. Het kan best zijn dat hij echt alleen tegen jou is. Maar heel die creeper groep hier is al... Oh, die zijn gewoon allemaal al weg! Oei, yo. Ik zal eens even kijken. Endermans zullen we maar niet doen, want dat... Even kijken. Slijm. Die zijn ook wel grappig. Wither skeleton. Mule. Oh, ze zijn er allemaal hier in één keer weg, ja. Ik spawn wel wat slime. Wordt ook wel leuk. Kijken wat die doen. Die TNT blijft ook gewoon komen. En die iron golem zit nou nog steeds op dat doosje te mappen. Ja, ik kom op internet ook niet heel veel verder. Ja, dan even kijken. We hebben toch wel grappige monsters die we kunnen spawnen. Elder Guardian, Donkey. Donkey. Cave Spider. Ik weet het niet of ze daar te dichtbij... Nee, daar doen ze echt helemaal niks mee. Spiders ook niet? Alleen die pijlen schieten best wel... Die slijmdingetjes komen wel een stuk verder, hè? Welke? Slijm heb ik wel zitten spawnen hier. Waar zit jij? Ik zit nog bij die muren aan de binnenkant. Moet een beetje zo slime spawnen, hupkie. Oh, daar aan die kant. Ja. Oh. Fucking veel. Ja, maar die springen. Hoe komen hun daar helemaal bovenop? Ja, dat zag ik net ook al. Die springen daar gewoon overheen. Ja, die hebben gewoon helemaal scheid. Anders zullen we gewoon Endermans doen? Ja, plussen er maar tussen. Of Endermite. Wat is dat dan? Ja, daar zijn die kleine beestjes. Ja, maar die Endermans, daar heb je niks aan, want die... daar gaan ze heen. Die Guardians, dat kan toch niet anders, jongen? Die moeten toch wel op die village of iets... Lijkt me sterk. En hier in het midden, die ghasts. Die ja, schieten toch wel op bijvoorbeeld varkentjes of zo? Ook niet, volgens mij. Moet kunnen. Die schieten wel ijs op. Ik weet het niet zeker. Ja, ik kan het dus ook gewoon opzoeken, maar... Woejo! Zelfs die gast is echt binnen 2 of 3 van die TNT-dingen is die gewoon dood. Wow, meteen! What the fuck? Instant kill? Hier. En pik-zombie. Wat gebeurt er dan? Zombie Pikmin? Ja. Nee, daar doen ze ook niks tegen, want in de Nether doen die ook niks naar elkaar. Er zijn sowieso wel mobs waar die ghast op gaan schieten. Ja, maar ik snap dat ook niet, want... Want als je kijkt in survival of zo, dan vallen skeletons vallen bijvoorbeeld ook elkaar aan. Of ik neem niet elkaar, maar bijvoorbeeld creepers of zo. Oh, zelfs kijken wat er gebeurt als een skeleton erin knal dan. Je hebt ook zo'n ander ding, zo'n husk. Ja, maar die skeletons die gaan mee dood.
Maar dat zijn die... die vliegende fik. Oh ja. Omdat het dag is. Lekker geluidje. Maar kan je niks vinden over wie de... de dingen aanvallen? Nee. Ja, maar ik snap er sowieso niks van. Want hier, hun vallen elkaar nou ook niet aan. Zombie. Gewoon alles proberen hier. Pleurt ook gewoon alles in. Wat gebeurt er dan? Ja, die doen ook niks. Die baby's. Er gebeurt echt vrij... Hey! Wow! Die wolven gaan op die skeletons, jongen. Hey! Ja! Anders is... Wat is dit voor een zombie? Dit is een husk. Wat is dat? Ja, dat is nieuw. Dat is allemaal nieuw. Gezien. Maar anders doen we bij de buitenste muur, doen we wel aan de buitenkant, doen we een keiveel wolven tegen keiveel skeletons, jongen. Ik knal wel hier wel honden. Die honden hebben gewoon zin in botten, jongen. Waarbij zijn die honden nou aan het neerknikken? Ja, je kan gewoon TP anders, hè. Hier zit ik, jongen. Oh, hier. Doe eens één skeleton spawnen. Kijk ze gek worden, jongen. Hier, nog een paar. Hey! Die ogen helemaal rood. Ja. Stelletje weerwolven. Vechten! Maar die skeletons doen ook niks terug. Of niet, mietjes. Die worden allemaal naar water ingeduwd en die honden gaan ze dood. Hey! Oh, dit is wel hilarisch. Wat zijn die hey, dingen? Hey, die iron golem, wat is dat ding aan het doen? Waar is die? Oh, die staat. Ding is allemaal mappen. Hier. Ik ga die skeletons maar eens vatten. Ja, spawn. Oh, die vatten elkaar allemaal. Hey! Nou beginnen die dingen ook te schieten. Die wie? Ja, die Oh ja, die shucklers. Nou zie je ja. Op wie schieten ze? Op die skeletons. Waar is die golem aan toen? Die vliegt erop. Dan kan je vliegen, hè, met die dingen. Oh ja, dat klopt, ja. Oh, die schieten op die golems. En wat nou als je die golem bij de TNT spawnt? Welk? Als je die bij de TNT spawnt. Of hier bij de Soul Sand. Oh, gek. Dan kan niet eens al die blokken raken. Wat is dit, jongen? Die blokken gaan elke keer weg. Hey, er is er een. Ja, maar die gaat mee dood door die muur. Oh, anders... die wordt wel aangevallen door die skeleton. Gaat die weer tegen dat blokje daar aan staan? Maar hier zitten ze elke keer te mappen tegen die... Junk ding aan. Oh, zie je weer helemaal niks. Wacht, ik weet misschien iets waar ook... Het is helemaal zwart. Hey, wat de hel? Oh, ziet helemaal geen zak. Gekke blindness. Oh. Dat is jammer dat je die niet zo snel kunt schieten. Of ja, doe even een beweerdertje. Huppa. Daar gaat ie. Doe ik wel even wat varkentjes hier neerknallen. Schiet hij de varkens kapot. Nou ontploft hij dadelijk, hè. Bam! Hoezo dan, hoor. Hey! Wat doet hij? Ja, dat doet hij altijd. Oh, kijk! Oh, hij gaat er wel makkelijk doorheen. Wat is dit ding allemaal aan het doen, gek? Hij blaast al die Wie valt hij nou aan? Oh, hij valt volgens mij al die shucklers gewoon aan. Ja, alles. Hij doet ook die... Holy shit. Oh, die hadden we veel eerder moeten spawnen, man. Ja, dit is toch wel de... dit is toch wel de grote winnaar. Nu al. Maar Hij zit ook heel die map te mollen, hè? Ja, dat je ziet al die stralen zijn al weg. Door dat water. Hoppatee, er komt er nog één aan. Waar is die tweede? Ik zou, als ik de tijd op de dag zet, gaat die dan. Die krijgt hij toch geen damage? Hoppa, nog een. Ja, drie is goed, jongen. Heel die map tak naar die graf, sorry. Map kapot. Nou ja, kijk. Want die zitten die gas ook aan te vallen, of niet? Ja, ze vallen alles aan. Nou vallen ze die achterste daar, die valt die gast aan. Heel die map is snel onder de graf, sorry. Anders spawn Ender Dragon. Dat gaat volgens mij niet. Nee, ik maak maar een grapje. Maar oh, die vissen die zijn nou hier in midden aan het zwemmen. En dan vallen ze daaraan. Ja, ze mollen echt heel die map hier, jongen.
Maar ze zijn nog steeds niet binnen. Hapert jouw geluid ook zo hard? Ja. Echt ziek. Of iemand de rits van zijn jas niet dicht krijgt. Ja, maar dan... ik denk dat ze ook niet binnen kunnen komen, man. Nee, ze zijn veel te veel gefocust op die, op al die, die mobs die er zitten. Ja, maar kijk, hun zitten ook elke keer in hun schildje wacht, hier. Wacht. Dus als ik er nou kan die kapot. Als ik er nou eens hier eentje neerzet, hè. Even wachten. Niet in de end gaan zitten. Zo. Oh. Ik ga er hier eens eentje droppen. Kijk hoe ver, als hij dan ontploft, kijk hoe ver hij dan komt. Ontploft? Bam. Ja, hij moet ze... Oh, wat is dit? Die Ender Guardian zit helemaal op jou te focussen. Want als... Kijk, als hij zich nou op gaat laden... Oh, hij valt nou... Oh nee, hij zit er nog, of niet? Ik weet niet wat ik... Misschien, ja, hij... er zitten in het midden zitten nog van die rabbits, hè? Ja, ik ga nou ontploffen. Oh, dat gebeurt niet heel veel. Blijft hij daar nog onder zitten? Hij zit te spinzen daar. Ik vind die gast leuk. Meppen. Vat hem. Nee! Ik val de app in. Kak. TP, jongen. Ja, maar ik denk de creeper... Ja, dat kan niet. We zitten niet in dezelfde dimensie, zegt hij. Ik zie alleen maar zwart beeld. Oh, disconnect. Oh, dat heeft trouwens geen zin natuurlijk, disconnecten. Kak. Nou ja, dan heeft de creepers echt. Hebben ons dus wel verslagen. Want ja, Stan die heeft zichzelf dus in de end vastgezet. Ja, nee. Oh, daar is die creepers hebben niks te vertellen, maar die widders die... Nou ja, mensen, als je graag nog een keer zoiets wil zien als dit, een beetje random klooien. Als jullie dat leuk vinden, laat het even weten. Misschien hebben jullie leuke suggesties. In de beschrijving kan je een linkje vinden naar de map. En ja, bedankt voor het kijken. Laat even een duimpje omhoog achter als je het leuk vond. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Later. Later.